De volgende spreker is Jan den Oude. Jan is docent, onderzoeker bosecologie en bosbeheer aan Wageningen Universiteit. En die zal ons wat gaan vertellen over wildstanden en bosontwikkeling en of daar een optimum te vinden is. Dankjewel, Frits. Nou, ik kan u alvast verklappen, het optimum heb ik nog niet gevonden, maar we zijn hard bezig. Ik ga iets vertellen over wild- en bosverjonging, een behoorlijk actueel thema op het moment, zeker op de Veluwe. En ik wou wat dat betreft eerst even beginnen met een soort van wensplaatje. Het voordeel van een van de laatste sprekers te zijn is dat je behoorlijk kunt refereren aan vorige sprekers, maar het is ondertussen wel duidelijk dat we met z'n allen aan het streven zijn naar een toename van de hoeveelheid loofbos in Nederland en ook in de rest van Europa. Dus het is een beetje een wensplaatje. Het is wel de foute boomsoort, Leon, sorry, het zijn beuken. Maar goed, even voor het beeld. En Leon had het ook over de bossen in Doorwerth. Nou, daar woon ik toevallig. En ja, daar zien in het voorjaar zien daar de bossen op bepaalde plekken er zo uit. Lekker veel bloemen. Dat is een behoorlijk zeldzaam fenomeen. En dat proberen we weer terug te brengen, onder andere met de inbreng van rijk strooiselsoorten. Helaas, ik heb... Ja, wat ik net liet zien zijn oude bossen, maar het overgrote deel van onze bossen is heel jong en is ontstaan vanuit heel arme situaties. Stuifzanden zijn een belangrijk habitat geweest waar bossen zijn... Stuifzanden, heidevelden zijn bebost, vaak ook met exoten, vaak ook met exotisch naaldhout. En wat je ziet is dat daar op zich wel verjonging optreedt. Maar in dit geval zijn het douglassen. En dan ziet u dat zijn hoofdzakelijk douglassen die daar weer ondergroeien. Maar dat is niet normaal. Het is normaal dat er douglas onder douglas opkomt. Maar hier zou veel meer loofhout tussen kunnen staan. En dat is een beetje een probleem met de bosverjonging in Nederland. We zien op heel veel plekken zien we dat de omstandigheden op zichzelf wel heel gunstig zijn voor het verjongen van loofboomsoorten. Maar wat we in de praktijk tegenkomen is de verjonging van naaldboomsoorten. En dat heeft alles te maken met de effecten van wild op dat verjongingsproces in die bossen. En nu zijn we weer terug in de oude bossen en ook daar zien we tegenwoordig dat de natuurlijke verjonging heel sterk achterblijft met datgene wat er mogelijk zou kunnen zijn in die bossen. Het is een plaatje uit Speulder Bos, dit is een groot gat in het beukenbos. Nou, dit zou in principe vol moeten staan met beuken en andere pionierboomsoorten. Berken, lijsterbessen, noem het maar op. Het staat er niet, omdat het wordt weggegeten. En dat ziet u op de voorgrond, daar staat een hulsje, keurig als een soort bonsaiboompje gesnoeid ieder jaar. De hulst kan heel veel schaduw verdragen en kan heel veel vraat verdragen, dus op zichzelf blijft dat hulsje heel lang bestaan. Maar we zien dat de verjonging van loofbomen ja, in feite op heel veel plekken faalt. En dat heeft alles te maken met het wild wat er rondloopt. En dat is waar ik me de afgelopen tijd veel mee bezig hou. Die relatie tussen enerzijds wildsoorten. We hebben het over edelhert en ree, maar op een aantal plekken ook damhert. Er lopen hier en daar ook nog wat moeflons rond. Dat zijn de grote vreters in het bos. En die leiden tot het falen van loofboomverjonging. En dat is wel een probleem, want als je kijkt naar hè, wat zijn nou onze doelen met onze bossen, dan is een algemeen doel wat je overal tegenkomt, allerlei beheerplannen hebben het erover. We willen de hoeveelheid loofbos laten toenemen en we willen ook de soortensamenstelling in dat loofbos laten toenemen. Het moet diverser worden. Nou, de redenen die daarachter zitten, die hebben we zojuist in het verhaal van Leon kunnen horen, dus ik ga daar niet verder op in. En ik kom dan meteen tot, hè, want het gaat ook een beetje over beleid in dit symposium, tot wat ik heb genoemd de begrazingsparadox.
Dat betekent dat als we kijken naar de Veluwe, maar het geldt ook voor andere plekken in Nederland, dan zien we dat er liggen heel veel doelen. En die doelen die zijn niet keurig gezoneerd, maar die doelen die lopen door elkaar heen. Als we kijken naar Natura 2000 boshabitats, die liggen in feite als eilandjes in een zee van het overige bos. En die doelen die voor Natura 2000 gelden, die zijn anders vaak dan de doelen die in dat bos eromheen gelden. Daar hebben die beesten niks mee te maken, die lopen natuurlijk overal. En dan kom ik meteen op het schaalniveau wat hier van belang is. Hè. Een edelhert die heeft een leefgebied van 1000 hectare, 1500 hectare. En in dat leefgebied liggen altijd verschillende bossen met verschillende doelen. En dat is dan de begrazingsparadox. Want enerzijds in die boshabitats, daar wordt de aanwezigheid, als ik tenminste kijk naar de officiële documenten en evaluaties en zo voor Natura 2000, in die boshabitats worden die beesten heel sterk gewaardeerd. De Veluwe geldt als een heel mooi gebied waarin je kunt zien hoe een boshabitat, oud eikenbos of beukeneikenbos, hoe zich dat ontwikkelt onder invloed van vraat. Van de aanwezigheid van die dieren. En bovendien wordt er een hoop openheid nagestreefd in die bossen. Nou, die openheid die wordt verzorgd door die graaseffecten van die dieren. Anderzijds, als ik kijk naar de meer algemene bossen, dus de niet-Natura 2000 bossen, dan kunnen we kijken naar de bossenstrategie. En in de bossenstrategie gaat het over introduceren van boomsoorten met rijk strooisel, stimuleren van natuurlijke bosverjonging, hoogwaardige toepassing van loofhout, dus in ieder geval het stimuleren van of het laten toenemen van loofhout. Ja, die twee kunnen niet samen. Je kunt niet tegelijkertijd een open bos situatie creëren als gevolg van begrazing en tegelijkertijd een natuurlijke verjonging hebben van een gevarieerde loofbomen samenstelling. Dus het is wel belangrijk om wat meer te kijken naar dat effect van die grote herbivoren op de loofverjonging. Nou, ik doe daar al een tijdje onderzoek naar en ik ga u daar het een en ander van laten zien. Nou, eerst maar even de context. Die standen, die wildstanden, die nemen toe. Dit is de verspreiding van wild zwijn en edelhert. En als je kijkt naar de verhouding tussen de rode en de blauwe puntjes, dan zie je het aantal rode puntjes is veel groter dan het aantal blauwe puntjes. Dat aantal blauwe puntjes was vroeger en die rode puntjes zijn tegenwoordig. Dus je ziet dat die populaties zich aan het uitbreiden zijn over Nederland. Tegelijkertijd nemen de dichtheden van die populaties toe. Dit zijn de voorjaarstanden en doelstanden van edelherten in Gelderland. De blauwe zijn de voorjaarstanden, dus hoeveel beesten lopen er in het voorjaar rond. Dat is een soort vast telmoment. De rode balken, dat zijn de doelstanden, wat er wordt nagestreefd. Nou, we zien dat die doelstanden langzaam omhoog lopen, dus er is steeds meer de wens om dat aantal dieren te laten toenemen. We zien dat de blauwe strepen nog harder toenemen. Dus er lopen meer dieren dan eigenlijk de bedoeling is. En het neemt enorm toe, zeker de afgelopen 20 jaar. Tegenwoordig stabiliseert het een beetje en er zijn ook wel plannen en activiteiten om het weer wat verder naar beneden te krijgen. Maar we zien die standen die nemen toe. En dat heeft gevolgen voor de structuur en de samenstelling van onze bossen. Dit zijn uitkomsten van een zogenaamde meta-analyse. Dan kijk je naar een hele hoop studies, die gooi je bij elkaar op een grote hoop. En dan ga je kijken wat voor patronen vind ik daar nou. En we hebben hier gekeken naar bosverjonging en bosstructuur. De kleurcodering is vrij eenvoudig. Als er een groen balkje staat, dat zijn een aantal studies waarin een toename van het betreffende onderwerp is geconstateerd onder invloed van grote herbivoren. En rood is een afname van het betreffende onderwerp.
Nou, je ziet dat verreweg de meeste studies concluderen dat die grote herbivoren negatieve effecten hebben voor bosverjonging, negatieve effecten hebben op bosstructuur. Dus dat is geen verrassing. Nou, we zijn in detail gaan kijken naar het effect van die beesten op de vraat aan bomen. We doen dat onder andere hier in het Nationaal Park. Vanaf 2011 hebben we een groot monitoringsnetwerk liggen waarin ieder jaar de vraat wordt gemeten aan de aanwezige bomen in plots. Nou, we hebben iets van 70 plots liggen, opgebouwd in de tijd. En dan leggen we transecten uit en dan tellen we gewoon alle bomen die daar staan, elke soort, en kijken of die is aangefroten of niet. Nou, en dan krijg je dit soort plaatjes. Boven, de bovenste vier, dat zijn de loofbomen over verschillende jaren. De onderste, dat zijn de naaldbomen. De hele staaf, dat is het aantal per hoogteklasse in dit geval. En het zwarte gedeelte, dat zijn de bomen die zijn aangefroten. Nou, je ziet meteen, beesten houden van loofbomen en ze houden niet van naaldbomen. Er wordt vrijwel niet aan naaldbomen gegeten. Bovendien zijn herbivoren heel selectief. Ze vreten niet alles wat ze voor de voeten komt. Nee, ze pikken daar dingen uit. En dat betekent dat verschillende soorten ook gevoeliger zijn voor vraat dan andere soorten. Nou, bovenin staan de naaldbomen. Nou, die worden allemaal duidelijk vermeden. Als er een naaldboom staat, wordt die niet aangefroten. Tenzij je hele hoge dichtheden hebt overigens, dan gebeurt dat wel. Maar dan is het meer honger wat ze drijft dan smaakzin. Er is een groep soorten die vrij indifferent zijn. Die zitten een beetje in het midden. Grappig daarbij is ook dat daar zat een soort als zomereik. Hè. Van zomereik wordt heel vaak gezegd van ja, we komen geen zomereiken voor, want ze worden er allemaal uitgevreten. Nou, beesten houden niet zo heel erg van eiken. Het maakt ze eigenlijk dus een beetje indifferent. Waar ze wel van houden, dat zijn die soorten die hieronder staan. Met als absoluut smakelijkste soort de lijsterbes. En vuilboom en zachte berk vinden ze heerlijk. Wat hier natuurlijk niet staat, zijn de soorten die zo lekker zijn dat ze er meteen worden uitgefroten en die je dus niet in je inventarisatie vindt. En ik vermoed dat soorten als ratelpopulier en boswilg, van die kwartiermakers waar Leon het over had, dat die zo snel eruit worden gefroten dat we ze überhaupt niet eens meer vinden in onze plots. Maar goed, ik kan het niet bewijzen, want ze zijn er niet. Naaldbomen, en die zijn dan de pineut. De smakelijkste soorten, lijsterbes is verreweg de smakelijkste soort, althans in onze data, die verdwijnen. Berk wordt ook wel aangefroten, maar die berk die wordt in ieder geval minder aangefroten. Hij heeft ook een flinke groeikracht, maar dat heeft lijsterbes in principe ook. We zien hier de beide soorten staan. Blauw is een opname uit 2013, rood 2012-2013, op dezelfde plots. Hè. Dus we kijken gewoon een jaar later. En dan kijken we naar de verschillende hoogteklasses van die boompjes. Dus dan kun je zien in welke mate die bomen in staat zijn om door te groeien. Nou, dan zie je dat de berk, hè, die eerst dit patroon laat zien, die schuift naar rechts. Dus de bomen die worden hoger en hoger en hoger uiteindelijk. Kunnen dan ook straks het kronendak gaan bereiken. En die lijsterbes die blijft gewoon steken. Die blijft hangen. Die komt er gewoon niet doorheen. Nou, die berken groeien door. Die lijsterbes blijft achter. Uiteindelijk wordt het te donker. En wat hou je over? Een bos zonder lijsterbes. Of zonder andere smakelijke soorten. En de meeste rijkstroosse soorten zijn ontzettend lekker. Ga je kijken naar die relatie tussen het aantal dieren en de mate waarin je vraat kunt constateren in je plots, in je terrein, dan zien we ook verbanden. Dit is ook uit onze data van de Hoogveluwe. Die zwarte lijn, dat is de
de dichtheid aan dieren die hier in het park aanwezig waren. En die staven, dat zijn, is de vraat in verschillende deelgebieden van de Veluwe. En we zien eigenlijk twee dingen. Enerzijds, als je het grote patroon bekijkt, dat de vraat toeneemt als er meer dieren zijn. Logisch. Maar we zien ook behoorlijk wat variatie. Hè. Hier is het vrij laag. Hè. In 2012, zo laten we zeggen, zo gemiddeld 20% van de bomen aangefroten. En in 2013 opeens zo'n 50%. En het jaar daarop is het weer veel minder. Ja, dus je hebt ook een jaar tot jaar variatie. En daarom is het zo mooi dat we hier al een langjarige reeks aan vraatmonitoring hebben. Om te zien, enerzijds, hoe varieert het? En anderzijds, wat is de relatie met het aantal beesten? Dat is een beetje waar we naar op zoek zijn ook. Dat is dat optimum. Tegelijkertijd is de afgelopen jaren is er een vraatdrukmonitoringsnetwerk opgezet. Over de hele Veluwe. Die kaarten die je ziet zijn alle plots waar we de gegevens van hebben kunnen gebruiken. Zo'n pakweg 1000 plots, opgenomen door vrijwilligers, waarin is gekeken van oké, welke boomsoorten staan er nou in de verjonging en in hoeverre worden die bomen aangefroten. We hebben de Veluwe onderverdeeld in een aantal deelgebieden. Van die deelgebieden weten we wat de voorjaarsstanden zijn, dus de dichtheid aan dieren. En dan kun je gaan kijken van nou, wat is dan de relatie tussen het aantal dieren en de vraat. Nou, en dan zien we in het geval van edelhert, linksboven, zie je dat er een heel duidelijke stijgende lijn is. Hoe meer edelherten, hoe meer vraat. Logisch. Het grappige is dat als je kijkt naar ree, dat zit linksonder, dan zie je een soort van negatief verband. Het is niet significant hoor, maar je zou kunnen zeggen het blijft gelijk. En dat is gek, want de ree staat bekend als een soort die heel selectief allemaal in die knoppen zit te vreten van bomen. We denken dat dit, of we weten dat bijna zeker, dat een effect is van het feit dat hoe meer edelherten je hebt, hoe minder reeën. Edelherten duwen die reeën uit hun gebied. Dus in feite staat hier, als je meer reeën hebt, heb je minder edelherten. En daarom heb je minder vraat, want de edelhert vreet nou eenmaal meer dan een ree. Nou, als je die damherten, ree en edelherten bij elkaar optelt, dan krijg je de grafiek rechtsonder. En dan zie je dat de dichtheid van dieren een heel duidelijk verband laat zien met de hoeveelheid vraat. Logisch. Oké. Tegelijkertijd zien we een effect in de diversiteit. Dus gaan we kijken naar het aantal soorten loofbomen, aantal soorten naaldbomen. Dan zien we dat als je kijkt naar de loofbomen, dat is de gele, dacht ik, ja, de gele lijn. Dan zie je dat naarmate de dichtheid van dieren toeneemt, van links naar rechts, neemt de diversiteit van die loofbomen neemt af. De naaldbomen maakt het allemaal geen bal uit. Maar ja, die worden ook niet gefroten. En de algemene diversiteit neemt ook af, omdat het aantal loofbomen afneemt. Dan is de vraag, ja, welke dichtheid aan hoefdieren hebben we nou, moeten we nu nastreven voor een soort van optimale omstandigheid? Nou, ik denk dat dat op zichzelf een verkeerde vraag is als je gaat praten over aantallen. Hoeveel dieren per 100 hectare? Is irrelevant. Het gaat om hun effecten. Dus op een terrein zijn daar de omstandigheden aanwezig voor de verjonging van loofboomsoorten. Want daar streven we naar. Dus je moet kijken, komen er voldoende soorten loofbomen voor? En niet gaan kijken van hoeveel edelherten lopen hier per 100 hectare. Dat is een compleet irrelevante vraag. In sommige gebieden kunnen het er iets meer zijn, andere gebieden iets minder. Dan gaat het om verjonging van loofbomen, dat is waar we naar kijken. En dan zijn er drie elementen die je daaraan kan verbinden. Dichtheid, frequentie en samenstelling. Dus hoe dicht moet die verjonging zijn? Nou, daar is in het multifunctionele bos
zijn daar wel criteria voor opgesteld. Voor het natuurbos niet. En dat is ook heel lastig om daar een gewenste dichtheid over te zeggen. Over de frequentie kunnen we wel iets zeggen. En daar kom ik zo meteen op terug, maar ik kom uit op ongeveer 10 jaar dat je verjonging moet hebben. En dan wat samenstelling betreft, we willen gewoon dat het hele palet aan loofboomsoorten kan verjongen in het bos. Ik ga iets gehaaster praten nu, want ik zie dat de klok snel voorttikt. Nou, als we kijken naar die effecten op bomen, hè, van hoeveel procent fraat is er nou? Nou, in Duitsland heeft men daar normen afgeleid. En dan zeggen ze, nou, als je meer dan 25% begrazing hebt, dan wordt je loofboomverjonging sterk bedreigd. Nou, ik heb hier een grafiek van eerder werk van 2 studenten. Die hebben gekeken, dit is weer de dichtheid aan herbivoren op de eias. Het loofbomenaantal met fraat. En dan zie je dat in dit hoekje hier, die rode lijnen, die geven aan 25% fraat. Dat komt ongeveer overeen met pak een beet 2 edelherten. Maar het meeste zit daarboven. Nou, die frequentie waar ik het over had, dat relateer ik aan droogte. Er gaan steeds meer droogtes. Bart heeft het net laten zien. Er worden steeds meer droogtes verwacht. De vegetatie moet zich daarop aanpassen. Voor die aanpassing heb je verjonging nodig. En we zien ook dat ongeveer eens in de 15 jaar, en waarschijnlijk gaat dat toenemen, er een droogteperiode is in Nederland. Dus je zou binnen die 15 jaar zou je verjonging moeten hebben om selectie te kunnen hebben op de populatie, zodat je uiteindelijk meer naar droogteresistentere populaties toewerkt. De samenstelling van de verjonging is een ander aspect dus. Ik heb hier gekeken, het is een beetje een ingewikkelde grafiek, maar van links naar rechts neemt het aantal dieren toe. En de verschillende kleuren. De bovenste, dat zijn de zwarte lijnen, dat zijn de frequenties. Dus hoe vaak, in hoeveel plots komen een bepaalde soort voor. Die zwarte lijn, dat zijn de jonge bomen, laten we zeggen tot 2 meter. Die grijze lijn, dat zijn bomen in de struiklaag. Zo van 0,5 meter tot een meter of 5, 6 hoog. En de rode lijnen, dat zijn de soorten die ingroeien over de 5 centimeter drempel in de bosinventarisaties. We meten vanaf 5 centimeter. En dan zie je dat er in het geval van beuk loopt dat heel mooi gelijk op. Beuken verjongen zich, die groeien door en uiteindelijk komen ze boven de 5 centimeter en worden ze dikker. En kunnen het kronendak bereiken. Bij grove den zie je dat er een mismatch is. Er zijn veel meer jonge grove dennen dan oudere grove dennen. Dat heeft te maken met het feit dat grove den is een beetje een slapjanusje. Die kan niet zo goed tegen de aanwezigheid van andere soorten. Is heel slecht concurrentiekrachtig. Larix loopt het ook allemaal goed. Maar ja, die heeft ook verder nergens last van, behalve van droogte. Maar kijk je nou naar de lijsterbes, dan zie je dat er een behoorlijke mismatch ontstaat. Overal vinden we lijsterbessen, maar naarmate ze groter worden, vinden we er minder. Nou, dat is de reden dat we meer zouden moeten gaan kijken naar die lijsterbes. Komt overal voor, kiemt makkelijk, groeit goed, is redelijk schaduwverdragend, eenvoudig te herkennen, resistent tegen begrazing, dus ze gaat er niet meteen dood aan. En ik heb voorgesteld om die lijsterbes te gaan gebruiken als een soort van indicatorsoort voor de mate van verjonging. En vanuitgaande dat als het met de lijsterbes goed gaat, dan gaat het met die andere soorten ook goed. Als we het hebben over effecten van vraat. Dit sla ik even over. We zien ook, dit is een grafiek op de x-as van links naar rechts, neemt het aantal lijsterbessen toe in de verjonging en op de eias het aantal overige loofboomsoorten. En je ziet, hoe meer lijsterbes, hoe meer andere loofboomsoorten je in je bos hebt. En dat duidt ook aan dat lijsterbes in die zin een goede indicator zou kunnen zijn
voor de mate van verraad in onze bossen en de effecten ervan op de loofboomsamenstelling. Nou, ik heb al een eerste poging gedaan om een criterium te bedenken. Ik ga dat u niet helemaal uitleggen. Dat kunt u straks allemaal terugzien op teletext. Maar het punt is dat we die dieren hebben een groot effect op de loofboomverjonging. Dat weten we eigenlijk allemaal wel. Het is heel moeilijk om daar criteria op vast te stellen. De standen, de dichtheden, hoeveel beesten per 100 hectare, niet relevant. We moeten kijken naar de effecten die ze hebben. En de lijsterbes kan een hele mooie indicatorsoort zijn om dat vast te stellen. Dat was mijn presentatie. Dankjewel, Jan. Vragen? Achter in de zaal. Ik had weer veel te veel dia's bij elkaar gezocht. Ja, maar iedereen is vol geconcentreerd. Altijd hetzelfde. Dank u wel. Wat mij opvalt in dit hele verhaal is dat het gaat voornamelijk inderdaad over de hertachtige. Maar er wordt niet gekeken naar het effect van het everzwijn op de bodemgesteldheid. Waar natuurlijk wel die verjonging in plaats moet vinden ook. Of wordt daar wel naar gekeken en zo ja, hoe? Dat is, in deze studie hebben we daar niet naar gekeken. We kijken echt naar het verraad aan de planten zelf. Maar het is absoluut belangrijk om die effecten van die wildzwijnen ook te gaan bekijken. Want dat zien we, die schoffelen gewoon alles om. Maar een paar wilde zwijnen, hartstikke goed. Hè? Die zorgen voor een beetje verstoring en dat kan van alles kiemen. Maar als er, we hebben cameravallen hebben we ooit gezet. In het Speelde Bos, dat mooie bos in de eerste foto. En dan zien we gewoon dat iedere avond, letterlijk iedere avond, komen ze daar gewoon de boel om schoffelen. Nou ja, dan kun je als boom wel kiemen, maar dan is het meteen ook einde verhaal. Dus ja, die wilde zwijnen hebben ook een heel belangrijke rol hierin. Die misschien nog een beetje onderbelicht is geraakt, maar daar moeten we echt veel meer naar kijken. Rino Jans. Ja, ik vroeg me af wat de invloed is van gras als vervangend voedsel. Dus als er veel gras in de buurt is, gaan ze dan minder aan de bomen vreten? Dat is een hele goede vraag. Want ik kijk hier natuurlijk alleen naar het effect op bomen. Maar de vraag die je in feite stelt is van hoe... Ja, welke andere factoren spelen een rol als je het hebt over graasdruk op een bepaalde plek? Met studenten hebben we daar onder andere ook hier in het park naar gekeken. En daar bleek wel uit dat naarmate de beschikbaarheid van goed voedsel voor herten hoger is, grassen, bosbes, dat soort planten, als die bedekking toeneemt, dan neemt ook de verraad aan de bomen toe. Dus dan lijkt het erop alsof ze die bomen ook nog even meepikken tijdens het eten. Maar goed, de kwaliteit van de plek, die wordt natuurlijk bepaald door meer dan alleen de aanwezigheid van loofbomen. Dus grassen spelen in die zin ook een rol in. Zij het dan indirect. Ja. Dankjewel. Er heeft nog ergens iemand een vraag? Een online vraag. Een online vraag. De eerste. Leuk. Ja, dus de vraag is van hoe komt het dat de voorjaarsstanden van de edelhert tot 2001 erg stabiel zijn en daarna stijgen? Daar heb ik een uitgebreide theorie over die ik niet helemaal uit de doeken doe. Maar waar het op neerkomt is dat ik zelf denk dat dat te maken heeft met het feit dat er rond 2000 we een nieuwe wet kregen. De Flora en Fauna Wet. Waarin de verantwoordelijkheid voor schade door wild werd verlegd van de jachthouders naar de collectieve middelen. Dus er was geen directe aanleiding meer om die wildstanden laag te houden. Vervolgens zijn ze op gaan lopen en is er te weinig regie geweest op het handhaven van de standen. Waardoor ze konden blijven oplopen. Dat is heel, heel, heel in het kort het verhaal. Ik denk zelf niet dat daar een soort ecologische reden achter zit. Ik denk echt dat het een verandering is in de jachtinspanning.
Oh, nou heb ik ineens een paar vragen. Peter Stouten en dan daarachter nog. De microfoon komt er zo heen. Oké, we komen er zo op terug. Ja. Elke boer die schade ondervindt van wild, of het varkens zijn of edelherten, die weet de weg te vinden naar subsidiemogelijkheden voor vergoeding. Ik geloof dat ik geen enkele boseigenaar ken die wel eens een claim doet van mijn bos leidt ernstige schade in de zin van ontbreken van verjonging van loofboomsoorten. Ik wil er graag een vergoeding voor hebben. Ja, en dan kunt u zich melden bij het faunafonds. En het faunafonds zegt dan, ja, dan had u uw planten maar beter moeten beschermen. En herten maken onderdeel uit van het bos. Hè. Het is gewoon een element van het ecosysteem, en dat is ook zo. Maar het is niet mogelijk geweest. Ik heb daar uitgebreid over gesproken met een aantal mensen bij het faunafonds. Niet mogelijk geweest om dat uiteindelijk als schade uit te keren. Dan had je de planten maar beter moeten beschermen. Oké. Okay. Ja. Bedankt. Dat was een aanvulling op het vorige punt nog. Aanvullend op wat u zei met betrekking tot de wetgeving die toen veranderd was. De flora- en faunawet die toen in werking treden. Was er ook de afschaffing van de drijfjacht in 2002. Die ook zorgde dat het, dus het binnenhalen van het afschot niet meer zo makkelijk was als het voorheen was. Ja, nou ja, ik ben geen jachtdeskundige, dus ik kan daar geen inhoudelijke commentaar op leveren. Maar ik kan wel constateren dat er een behoorlijke variatie is in de mate waarin het gewenste afschot ook wordt gehaald. En dat er behoorlijk wat terreineigenaren zijn die dat wel voor elkaar krijgen. Sorry, nog een vraag. Ja? Speelt de huidige toename van rasters nog een rol in de hele vraat? Ja, dat is ook zo'n leuke. Want door te rasteren ontneem je in feite habitat aan een populatie. Dus als de populatie gelijk blijft en het areaal vermindert, dan wordt de druk natuurlijk groter. Ja, dat klopt. Dus eigenlijk zou, als je meer rastert, zou je ook het aantal dieren naar beneden moeten brengen. Maar nogmaals, aantallen doen er niet toe. Hè? Het gaat om de effecten. Ja, maar u heeft een punt. Ja. Oké, bedankt. Ik denk dat we doorgaan naar de laatste spreker. Jan, heel erg bedankt. Ja.